van die Kommeland wat dan eerst gaan keier daar achter die telling. Die telling wat dan hier opskyf 5-0 daar in die guns van die Kommeland. En 15 naas op die veld. Ja, ons wil net vra dat alle toeskouers asseblief agter die toue en borde sal staan, al die toeskouers. Vra asseblief samewerking agter die borde en toue asseblief. Baie baie dankie. Oh,
Goeie agterlijn beweging, die bal wat geskei word daar weer, Brandwag, en hulle wat gaan keier achter die doelijn. Eerste 5 punt in die sakkie, telling is 7-5, wins van die klaar. Wat onveranderd bly daar. 7-5 in die guns van Nico Melan, 16 minute wat oor bly hierdie. Eerste helft tot en 15. Let's go.
schenkt, dieses Gefühl, das jeder kennt. Nico Willan, wat dan daar moet hy lekker achter hy beweeg in die bal met die sky word daar naar die kante toe gaan keir aan die hoekie stelling wat opskyf daar 19.58 liter dat vlug blij met die doelskop wat wacht.
na die telling wat dan onveranderd blijft op 19.5 in die doelskop wat nie hier is nie. En is 17 meter. Het oorblij in die helfte van de 15A Nico Malang tegen Brandwag. Come on!
Dus aan Brandwag wat sê, hierdie wedstrijd is duidelijk, mag jy verby nie gaan kuier achter die doellijn. Gaan hem het opskuif na 19-10 daal in die guns van Nikolaan, en die doelskop wat wag. En hierdie wedstrijd slank nog jy verby nie enige spanse wedstrijd nog. Het gaan nou half tijd wees na die doelskop. 19-10 op die stadium en die doelskop wat wag. Die bal wil laat tussen die paal het hier skuif 7 punte verskil in hierdie wedstrijd 19-12 van die guns van die Kola en die tweede helft wat binnen tot in die oplukking gaan gaan.
Ja, ons wil julle ook sommer net herinner, heerlike steak wat jy kan kom koop hierso na die eerste span, heerlike steak, twee slaaie wat saam met kom, heerlike knoffelbrood, lekker groot stuk steak, die beste steak wat jy gaan kry in die dorp. So is ook ten bate van die ondersteuningsklap, die winste wat daar uitgemaak word. So kom ondersteun ons asseblief gerus, R150 'n kaartjie, so vir 'n heerlike, lekker groot stuk beste steak wat jy gaan kry in die dorp. En dan twee slaaie met knoffelbrood. Kaartjies is nou beskikbaar hier by die klaphuis. Daar by die klaphuis, so kom kry asseblief vir jou kaartjie R150 vir 'n heerlike stuk steak. Van een koets en bel. En wie zoet dat ik jou ga draaien? Na een maat die moet een sprong op draaien. Denk je daarom nog aan mij? Daar is een koning en zijn glaspaleis. Een belangrijke man, hij balt zo graag zijn vuis. Hij regeert. En hy dikteer, hy kan loei wie hy wil, maar laat dit seer. Dan hy hulle daar nog aan mee. As hy een redder zo slecht sê, mag ek jou met me vertel, jy is nie groter as jy spel. Denk jullie daar nog aan mij? Denk jullie daar nog aan mij? Heb jullie mij nog niet vergeten? Stil toch hoort aan mijn zoon, vrakken moppen om Jan Boel. Denk jullie daar nog aan mij? Ja dan net die naweek, die tweede spanne wat mekaar die stryd gaan aansê, die tweede span hier op die A-veld wat mekaar die stryd gaan aansê, en op die B-veld gaan die vierde spanne wees. Ons daar nog hokkie en netbal op die netbalbaan en ook hokkiebaan wat ook plaasvind. So, die tweede helft wat wacht hierso by die onder 15A's. Nicoland en Brandwag en Brandwag wat hierdie wedstrijd gaan begin. Telling wat staan op 19-12 daar die guns van Nicoland. So enige een wat nog hierdie wedstrijd dus sy hand kan opzet. Skynsrechter wat sê die saak is reg en Brandwag wat aan hierdie begin. Yeah.
Die kom al aan wat dan slagbal, dus er was toch nog 3 punten bijvoeg. En punten, verschillen opschuiven van 10 punten, is het 22-12. Met 20 minuten, wat dan oorblij in die wedstrijd. Nog een stukje briljante spel daar weer. Nico Lans, Poppie wat mooi werk, bal wat recht springt vir hulle. En nog 5 punten wat bijgevoegd wordt. 27-12. Tellen we dan onveranderd beide op 27-12. Nico Milan wat nog gewoon voortouw is in 18 minuten. Boca, 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 boca
wat is ook gebeur? You need to come home.
Die tambal wat breed en die telling wat dan opstuif 133-12. 3 minute wat oorblij in hierdie wedstrijd. Net die na dan is dit die tweede span wat mekaar die strijd gaan sê. Die tweede span en Nicola en Brandwag. Net die na. En nog 2.34, 2 minuut wat oorblij. En dan is het ding waar we zeker hier in die sak die tweede span wat reeds gereed is. Net die na tweede span Brandwag. En ek kom al aan. Daarna die onder 16 A-spanne. En dan is het die groot kanone om 2:30 wat elkaar die strijd gaan aan. Die eerste spanne 2:30. En net daarna kan jy ook dan vir jou lekker stukkie steak kom koop, R150 vir 'n lekker stuk steak. Beste steak in die dorp en twee slaaie met 'n knoffelbroodjie daarby. So maak gerus jou bestelling, kom kry vir jou kaartjie hierso by die klaphuis. R150 vir 'n heerlike stuk steak. Ja, dit is aan die einde van hierdie wedstrijd. Nico Malan, 34, Brandwag 12, 115 A-spanne wat net daar gespeel het. Nou is het die tweede spanne wat een paar die kruis van ons zijn. Net aan die 116, wat dan nie groot is. Dan maak seker iets om te drink, iets om te eet. En keier lekker saam met ons, hier sal op Nico Malan. Vamos, 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 v